Ik heb met alle verstand bij zitten kijken en zitten luisteren hoe die jongens daar voor elkaar hebben gekregen. Hoe heeft het spookslot Dans Macabre beïnvloed? Ja, op ongelooflijk veel manieren natuurlijk. Ja, maar het is nog niet zeker of hij op YouTube komt, ja of nee. Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Mijn naam is Niels en ja jongens, vandaag is het zover. De documentaire van het Spookslot gaat vandaag eindelijk in première. We hebben hier met z'n allen meer dan een jaar op gewacht, maar het is gewoon echt zover. Ik heb er ontzettend veel zin in. We zijn hier vandaag in de Leest en hier gaat het allemaal gebeuren. En ik stel voor dat we eerst even een kijkje gaan nemen hoe het er aan toe gaat. Marvin en Sander, meer dan een jaar bloed, zweet en tranen. Vandaag gaat het op aankomen. Hoe voelen jullie je? Nee, maar wel geweldig. Het is echt een journey geweest. En ik moet zeggen, ja, er staat wel iets. Er staat echt een fantastische documentaire. Ja, het was anderhalf jaar even zweten voor heel het team. Maar ik denk dat als iedereen straks naar buiten komt, dat ze wel heel tevreden mogen zijn. Jullie zouden de vijf zintuigen niet zijn als jullie nog iets achter de hand hebben. Wat kunnen we vandaag gaan verwachten? Ik heb sowieso heel veel oud materiaal. Wat dat betreft 8 mm materiaal. Echt zelfs nog tapes die nog 1 week voor de première nog opgedoken zijn. Echt oude cassettebandjes van de opening. Zeg even, dus, 3 dagen geleden nog verwerkt. Dus ja, dat gaat gewoon helemaal gaaf worden. Er zitten echt heel veel nieuwe dingetjes in. Dus. En ook hier vanmiddag, ik zag merchandise liggen en ik hoorde ook nog dat er een speciale gast gaat komen. Iets muzikaals? Ja, over die muzikale gast, daar gaan we nog niks over zeggen. Dat mogen mensen zelf vandaag ontdekken. En we hebben leuke merchandise, we hebben vette posters gemaakt. Een special edition poster met glow in the dark, een mooie pin. Dus de echte verzamelaars kunnen hun hart ophalen. Ja. Nou, het is zover. De deuren gaan nu eindelijk open. Het is 12 uur. De eerste fans stonden hier al veel eerder voor de deur. Maar het gaat nu dus echt beginnen. De zaal is zojuist geopend, het begint nu lekker vol te stromen, het gaat nu dus echt gebeuren. En de vijf zintuigen zouden vijf zintuigen niet zijn als ze toch dat ene ding achter de hand hadden. Er staat hier een echte violiste naast me, de Dans Macabre, te spelen. Ja, dat is natuurlijk heel erg gaaf. We hebben net de eerste helft gezien van de documentaire. Op dit moment is de pauze net afgelopen. De gong heeft geslagen. Dus ja, we gaan gauw door naar de tweede helft.
mezelf een beetje op, want ik was bijna aan het janken dan achterin. Hey, aan mij de eervolle taak om nog een aantal mensen te bedanken. Maar voordat we aan de bol gaan, moet ik het woord nog even geven aan Steven. Namens de Efteling wil ik natuurlijk ook 10 van de 5 zintuigen bedanken. Ik weet niet waar jullie staan, ik zou heel benieuwd naar te staan, maar de rest zit natuurlijk al verstopt. Ik denk, Marvin en Sander, kunnen jullie heel even deze kant op komen? Sander wordt misschien lastig. Waar zit hij? Oh, daar. Nou, kijk. Want we hebben ook iets leuks voor jullie meegenomen. En ik ga hem even aan jullie uitreiken. Dan mogen jullie hem samen delen en af en toe even doorgeven. En daarna gaan we snel naar de bol. Deze vorige keer is gebruikt om iets bijzonders te maken, wat te maken heeft met het spookslot. En ja, ze kwamen hiermee, misschien kennen jullie, herkennen jullie er dan iets in? Oh, super gaaf. Alsjeblieft. Het is het spookje wat ooit op de sticker stond bij de parkeerplaats, heb ik begrepen. Tom van de Ven heeft het ontworpen, ja, en wij hebben het met moderne techniek terug in leven gebracht. Speciaal voor jullie. Dus dankjewel namens Efteling. We hebben net de documentaire gezien. We zijn nu weer naar buiten en ik stuit hier op Wessel van Loopings. Wessel, de vorige keer dat wij hier waren bij de Fata Morgana docu, toen zei jij dat iedere zelfrespecterende Efteling fan hier aanwezig moest zijn. Ja. Hoe sta je daar nu vandaag in? Ja, hetzelfde eigenlijk. Misschien nog wel meer, want ik vind deze documentaire nog beter dan de Fata Morgana documentaire. Het is bijna schandalig dat de Efteling dit aan fans moet overlaten. Dat fans zo'n kwalitatieve, goede, grondige, geweldige documentaire moeten maken. Want dit zou eigenlijk vanuit de Efteling zelf moeten komen. Maar godzijdank heeft de Efteling een enorme schare toegewijde fans die gewoon, ja, hun ziel en zaligheid in zo'n project steken. Want wauw, wat hebben we vandaag genoten van al die backstage beelden, al die verhalen, al die unieke inkijkers in zo'n project. Ja, geweldig. Wat vond je van de documentaire? Ja, ongelooflijk. Ik heb met alle verstand me zitten kijken en zitten luisteren hoe die jongens daar voor elkaar willen krijgen. Die jongens van het Huis en de Vijf Zintuigen. Ah, ik vond het fantastisch. Ik vond het echt zo mooi. Zo'n diepliggende documentaire over al het wel en wee van het spookslot. Dus nee, echt uniek beeldmateriaal. Ja, prachtig om te zien. En wat ik ook heel erg leuk vond, is dat, zeiden we net tegen elkaar, dat we dingen herkenden van op de bouwplaats, die natuurlijk op dezelfde plek ligt als waar we nu dan Smagabre bouwen. En ja, gewoon de opbouw van iets verzinnen, een concept verzinnen, langzaam tijdens de bouw nog dingen erbij verzinnen en langzaam tot een eindresultaat komen. Het meeste heeft me eigenlijk verbaasd dat er eigenlijk nog niet alles getekend was. Als ik zie in die documentaire, wat we eigenlijk hebben we moeten doen om te knutselen, om het voor elkaar te krijgen, de sfeer te krijgen. Dat is eigenlijk, daar heeft iedereen aan meegedaan. Hè? Dus dat was geweldig. Wat ik ook gewoon heel bijzonder vind is ja, de collegialiteit waarmee de mensen samenwerken. Dat weet je natuurlijk wel, maar om het gewoon dat is zo nog steeds zo hoor. Dat is de beelden van de bouw hebben wel echt indruk gemaakt, want je hebt daar heel veel foto's van gezien in boeken tientallen jaren geleden, maar dat je het gewoon zo op redelijk goede kwaliteit voor 1977 gewoon nog op een bioscoopscherm kunt zien, zoveel jaar later, is fantastisch. En wat mij nog verbaasde, maar dat is misschien iets heel anders, is dat je toen nog geen bouwhelmen op hoefde blijkbaar, en gewoon mocht roken op de bouwplaats. Dat is tegenwoordig wel anders. Hoe heeft het spookslot Dans Macabre beïnvloed? Ja, op ongelooflijk veel manieren natuurlijk. Alleen al gewoon de sfeer die altijd in en om het spookslot heeft gehangen, die hopen we, misschien niet op exact dezelfde wijze, maar zeker op een indirecte wijze ook hier weer terug te brengen. Ook heel veel kleine details die je in het spookslot zag komen op indirecte of directe wijze weer terug. Dus ja, dat heeft echt een enorme inspiratie gebracht. Nou, en ik denk dat Dans Macabre ook een heel mooi vervolg is. En dat vond ik zo tof aan die docu, dat je toen ze aan het project begonnen, en dat wordt heel duidelijk zichtbaar, dat ook het hele idee Dans Macabre nog geen onderdeel van het spookslot was. Ik denk dat je, ja, mede door deze docu het gewoon als een soort totale reis moet zien. En dat het verhaal niet stopt met het spookslot, maar dat het doorevolueert. Vooral ook in sfeer en in het gevoel. Ik denk dat dat ook de herkenbaarheid wordt van het spookslot in Dans Macabre. Zo jongens, het zit erop. Hoe voelen jullie je? Opgelucht. Ja, opgelucht. Maar wel heel mooi. Last van de schouder. Ja, dat. Ja. Is het gegaan zoals jullie gehoopt hadden?
Ik denk eigenlijk wel beter. Ja. Ja, weet je, nu hoor je de reacties ook en zo, ook tijdens de film. Ik weet het niet van tevoren, dus het is altijd een beetje afwachten wat er precies gebeurt met de zaal. Maar weet je, dan raakt het toch. En ik had wel vochtige ogen aan het einde. Ja, dit was nu weer een nieuwe documentaire. Wat kunnen we nog verwachten van de Vijf Zintuigen? Ik denk dat we eerst eens even met vakantie gaan. Ja, zullen we even rusten? Ja. Ik heb geen idee. Nee, kijk, er zijn natuurlijk nog genoeg verhalen over mensen in de Efteling, attracties, noem maar op. Maar wij gaan eerst maar eens deze afronden. Echt even laten rusten en kijken wat we er verder mee gaan doen. YouTube of op een zender. Of we weten het gewoon nog niet. En daarna zien we wel weer wat er komt. Ja. Ja, maar het is nog niet zeker of hij op YouTube komt, ja of nee? Nou, kijk, we willen altijd wel kijken dat hij op YouTube kan. Alleen je hebt te maken met zoveel rechten van mensen die beelden hebben aangeleverd of audio. Je hebt zoveel dingen waarmee je rekening moet houden. Ja, en er zijn natuurlijk ook zenders geïnteresseerd. Dus wie weet zeggen die ook, we gaan hem dan uitzenden en dan pas mogen jullie hem op YouTube zetten. Kan allemaal in contractonderhandelingen zitten. Dus eerst maar eens daaruit komen. Dan niet, Nee, eerst maar eens daaruit komen. Ja. Terwijl de bloemen zingen en de muren dansen, slingert de heks haar verwensingen in de sarcofaag waar de resten van de graaf gevangen liggen. Op de zuidheuvel van het slotplein vindt zijn dochter geen rust. En dat zal zo nog jaren duren, tot de zang der bloemen de uilen hun ogen doet sluiten, de boze kraai in slaap gesust heeft en de verwensing is verbroken.